In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Heilige van de Week. De Heilige van deze week is Sint Petrus, hoge priester en hieromartelaar van Alexandrië. Sint Petrus is een hieromartelaar. Wat is een hieromartelaar? Een hieromartelaar is eigenlijk een priester, welke rang dan ook, die tot een martelaar geworden is. Sint Petrus was in de 4e eeuw de paus van Alexandrië, van het jaar 300 tot 311. Hij was dus eigenlijk voor 11 jaar paus. Hij was de 17e paus van Alexandrië. Zijn vader was een hoge priester in Alexandrië en hij heette Theodosius. En zijn moeder heette Sophia. Zij waren zeer dankbare mensen en zij zagen God overal in. Alleen ze hadden geen kinderen. Toen op de feestdag van heilige Paulus en Petrus werd het helemaal gevierd door ouders en hun kinderen. Toen Sophia dat zag, raakte zij verdrietig omdat ze zelf geen kinderen had. Dus zij ging bidden voor het altaar, voor het heilige altaar. En zij vroeg God om haar een zoon te schenken. Toen diezelfde nacht kreeg zij een droom waar de heilige Petrus en heilige Paulus verscheen en haar vertelde dat God haar gebed gehoord heeft en dat hij haar een zoon zal schenken die ze Petrus moest noemen. De heilige Petrus en Paulus vertelden haar ook dat zij naar de patriarch moest gaan om dit te vertellen zodat hij voor haar kon bidden. Toen werd ze wakker en vertelde ze dit natuurlijk aan haar echtgenoot, die natuurlijk zo blij werd nadat hij dit hoorde van zijn vrouw. Daarna ging Sophia naar de patriarch en vertelde wat er was gebeurd. De patriarch zegende haar en later beviel Sophia van Sint Petrus. Sint Petrus werd een van de meest verlichte mensen en geleerde mensen van zijn tijd genoemd. Toen Sint Petrus paus was van Alexandrië, vertelde hij het volk dat ze geen andere goden moesten vereren. De koning in die tijd, koning Maximianus, werd boos en hij stuurde mannen naar Alexandrië om Sint Petrus te vermoorden. De mannen die aankwamen in Alexandrië vermoorden vele mensen. Ze stalen eigendommen, mensen, ze namen kinderen en vrouwen mee. Ze hadden ongeveer 48.000 mensen vermoord. Daarna hadden ze ook Sint Petrus gevangen genomen. Toen het volk erachter kwam dat Sint Petrus, dat hun paus, was gevangen genomen, wilden ze hem met geweld bevrijden. De mannen die door de koning waren gestuurd, vreesden dat er een opstand zou komen als Sint Petrus vermoord zou worden. Dus zij vertelden dit hun koning. De koning had hierdoor de executie op Sint Petrus uitgesteld naar de volgende dag. Sint Petrus zag wat zijn volk voor hem wilde doen. En hij wilde niet dat er nog meer mensen zouden doodgaan. Dus hij wilde zichzelf aan de dood overgeven. Sint Petrus nam het hele volk bijeen en vertelde hen dat ze sterk moesten zijn in hun geloof. Toen Arius erachter kwam dat Sint Petrus zichzelf aan de dood wilde overgeven, ging hij naar de hoogste priester in Alexandrië en om hem te vragen of zijn band kan worden opgeheven. Maar wie is eigenlijk Arius en waarom was hij verbannen van de kerk? Arius was een ketter die opstond in de tijd van Sint Petrus. Hij vertelde anderen zijn leer dat Christus geen goddelijkheid had, maar dat hij alleen een mens was. Sint Petrus waarschuwde hem en vertelde hem om mee te stoppen om deze leer aan anderen te leren, want het klopte niet. Maar Arius ging gewoon door waarop Sint Petrus hem had verbannen van de kerk. Dezezelfde ketter Arius, was dezelfde oorzaak voor een concilie in Nicea na het overlijden van Sint Petrus. Dus Sint Petrus was niet bij deze concilie, hoewel hij hem had verbannen. Dus toen Arius naar de hoge priester ging in Alexandrië om hem te vragen of zijn band kan worden opgegeven, had Sint Petrus de priester verteld over zijn droom. En die droom zag Sint Petrus de Heer Jezus met een gescheurd kledingstuk. Sint Petrus vroeg de Heer: wie heeft uw kleding gescheurd? En de Heer antwoordde dat het Arius was. Arius heeft mij van mijn vader gescheiden, zei de Heer tegen Sint Petrus. De Heer zei ook tegen Sint Petrus: wees op je hoede om hem weer te accepteren. Dus toen Sint Petrus zichzelf aan de dood wilde overgeven, sprak hij af in het geheim met de mannen die de koning had gestuurd. Hij vertelde hen om een gat te maken in zijn cel, zodat ze hem mee konden nemen. De mannen die door de koning waren gestuurd waren verbaasd over zijn moed, maar ze namen hem toch mee. Ze namen hem mee naar de plaats waar de heilige evangelist Marcus begraven was. Toen Sint Petrus aankwam op die plaats, bad hij tot God en zei: laat er door mijn bloed een einde komen aan de moorden op de christenen en de afgodendiensten. Toen kwam een stem uit de hemel en zei: amen, er geschiet wat u gewild heeft. Toen werd Sint Petrus onthoofd en zijn lichaam lag urenlang op de grond, totdat het volk zijn lichaam zag. Ze hadden zijn lichaam gekleed en zijn lichaam op de troon van de heilige evangelist Marcus geplaatst, waar Sint Petrus nog nooit eerder op gezeten had. Daarna werd Sint Petrus begraven naast de andere heiligen. Wij moeten Sint Petrus bedanken voor zijn moed en standvastigheid.
Hij heeft zichzelf als het ware opgeofferd, zodat er geen andere mensen vermoord werden. Daarom werd hij ook wel de zegel der martelaren genoemd. Wij vieren de feestdag van Sint Petrus op 8 december. In de Koptische kalender is dat 29 Hathor. Wij herdenken Sint Petrus niet alleen op de feestdag, maar ook elke heilige liturgie tijdens de gedachtenis der heiligen. Mogen de gebeden van Sint Petrus met ons zijn. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. En tot de volgende aflevering van Heilig van de Week.